De kluis wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Ik ben bang dat hier straks de pleuris gaat uitbreken. Ik kan echt niet tegen me verliezen. Ik moet gewoon winnen. Beweging bij Delta! Beweging bij Delta! Man, dit wordt toch echt een serieus verhaal. Hoe gaan we dit straks doen? Zijn de kluis aan het openmaken? Godverdomme! Giel, Thomas en Stefan moeten deze zwaar beveiligde locatie met hun leven verdedigen. Hier bevindt zich namelijk de kluis. Iedere aflevering waagt een team van 3 bekende Nederlanders zich aan de uitdaging om de kluis te kraken en er met de enorme buit vandoor te gaan. Lukt het de overvallers om Team Stuk te slim af te zijn, het goud te vinden en heel huid het terrein met buitenal te verlaten? Shit! Verspreid over deze locatie staan 4 kluizen. Slechts 1 van de kluizen is gevuld met een zeer waardevolle lading goudstaven. 8 teams van overvallers zullen verspreid over 10 dagen een poging wagen om de kluis te kraken. Niemand weet wie er gaan komen of wanneer men gaat toeslaan. De overvallers winnen wanneer ze 35 of meer loodzware goudstaven buiten de muren van deze voor iedereen toegankelijke locatie weten veilig te stellen. Ze kunnen hun buit proberen aan te vullen door ook deze diamant te bemachtigen. Die vertegenwoordigt een waarde van 15 goudstaven. Giel, Thomas en Stefan moeten voorkomen dat de overvallers er met de buit vandoor gaan. Team Stuk bewaakt 10 dagen lang de kluizen en mag de locatie niet verlaten. Maar deze bewakers zijn wel gemachtigd om indringers die niet willen meewerken uit te schakelen met hun wapens en gevangen te nemen. Na iedere overval wordt het goud verplaatst. Zowel Team Stuk als de overvallers weten niet waar de buit zich bevindt. Het winnende team mag namens de Nationale Postcode Loterij 10.000 euro doneren aan het goede doel. En het team dat aan het einde van het seizoen de hoogste score heeft neergezet, ontvangt een dikke bonus van 20.000 euro voor haar goede doel. Dit is De Kluis. De afgelopen 8 dagen zijn er 7 teams van overvallers geweest die een poging hebben gewaagd om de kluis te kraken. Team Stuk heeft nog 2 dagen te gaan, maar weet niet wanneer ze de allerlaatste overval kunnen verwachten. We zitten in de finale, dus er komt hoe dan ook iets. Maar de bewakers hebben inmiddels wel een strategie die lijkt te werken. Als we deze shit gewoon aanhouden hoe we het nu de laatste 2 keer hebben gedaan, dan winnen we pik. Steenpapier, schaar, weer een rondje gaat lopen. Ja, is goed. Steenpapier, schaar. Lekker. Nee, die telt niet. Je mag niet schaar doen nadat je papier hebt gedaan. Fuck ja! Nee, die Het blijft lang rustig in de koepel. Maar de boys zijn continu alert en checken alle kluizen. Delta, check. Check, over. En alle voorwerpen. Videokabel, check, over. Wapendepot, check. Alpha, check. Check. Ik denk niet dat ze meer komen vandaag. Denk je het niet? Ik denk dat ze daar gewoon even overslaan. De boys zouden dus moeten weten dat er even verderop, in een geheime bunker, het allerlaatste team van topcriminelen op het punt staat om hun overval voor te bereiden. Nou mannen, daar gaan we dan. Welkom team 8. Jullie zijn het laatste team dat mag proberen de kluis te kraken. Mocht het jullie lukken om 35 of meer goudstaven binnen de tijd veilig te stellen, dan winnen jullie het spel en mogen jullie 10.000 euro overhandigen aan jullie goede doel. Lukt dat niet, dan wint Team Stuk en mogen zij bepalen waar het geld naartoe gaat. In deze ruimte vind je alles wat je nodig hebt om de kluis te kraken. Plattegronden en foto's, communicatiemiddelen, tools, maar wees gewaarschuwd. De bewaking staat op scherp en heeft al flink kunnen oefenen. Succes. Nou, dat is toch aardig van hem. Zeker. Mooi vent. Nick hier van Team 7. De grid, daarop zie je welke kluis het is en dat scheelt je heel veel tijd, anders moet je al die kluizen checken. Maak ze gek. Oh, dat is wel een goeie. Ik ben Ruud Veldkamp en ik ben acteur en DJ. Ik denk dat ik wel tactisch kan zijn, ik kan wel sneaky zijn en ik kan onder stress vaak wel goed presteren. Kijk hier, het is best een mooie looproute heb je hier. Pak je een wapen, loop je weer naar buiten, loop je door, pak je sleutel, ga je naar die kluis. Ik vind het prima zoals je het zegt. Goedendag, Gaston Starreveld, ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij. En wij gaan de kluis kraken. De kluis kraken met gouden staven slepen en ook nog voor een goed doel wat doen. Toen dacht ik, ik doe mee met de kluis. Hoe gezellig kan het zijn? Dit is de technische ruimte, daar kunnen we die camera's uitschakelen. Mijn naam is Simon Keizer en ik zing liedjes. Als het op spelletjes aankomt, ben ik bloedfanatiek. Wacht, ik wil heel graag even in kaart brengen waar wat is. Terwijl de overvallers druk bezig zijn met hun voorbereidingen, proberen Giel en Thomas om Stefan weer te mobiliseren. Als jij boeven moet gaan vangen, moet je toch ook gaan rennen? Maat, ik voel me agurk, zo zuur zijn mijn benen. Ja, mijn benen kunnen ook niet meer. Maar de boys willen niet verliezen.
Dus Stefan begint met tegenzin aan zijn shift. Portofoon, check. Maar in het donker is deze locatie zelfs voor onze doorgewinterde bewakers best eng. Het is echt overal muis en muisstil. En dit is pas het 800ste rondje van vandaag. La la la. What's good? What's good? Giel heeft nog energie voor 10. Maar dat kunnen we niet van iedereen zeggen. Er zitten nu twee gasten gewoon daar in het hok. Ze doen helemaal niks. Ze doen helemaal niks. Zo te zien staat Team Stuk te springen om aan de slag te gaan. Ruud, Gaston en Simon zijn in ieder geval nog wel scherp en staan op het punt om te vertrekken. Let's go jongens, we gaan ervoor. Vastberaden om Team Stuk te verslaan, stappen deze topcriminelen in hun bus. Oké guys, veel succes. Ik heb zin in. Hele plannen aan het afspelen in mijn hoofd. Ja, mooi hè? Is dit het gewoon? We gaan maar parkeren. Hier, net buiten de muren van de locatie, ligt de videokabel, waarmee men de bewakingsbeelden van Team Stuk kan aftappen. Daar gaan we. Maar zodra deze verbinding tot stand is gekomen, start de klok en begint het spel. Gaston, Simon en Ruud bekijken rustig alle beveiligingscamera's. Stefan zit in de controlekamer overduidelijk niet op te letten. Er zijn die andere twee. Nee, die laten ze niet zien. Die weten donders goed waar die camera's zitten. Ja, de jongens proberen nog steeds buiten het zicht van de camera's te lopen. Avondshiften zijn echt het meest vermoeiend. Er gebeurt geen ene piepen, de piepen, de piep. Maar op sommige plekken komen ze toch in het vizier van de overvallers. Dit is de camera. Kijk dan, dat is iemand. Dit is iemand. Ja, dus is in de koepel. En ook Thomas wordt gespot. Ze zijn allemaal in de koepel. De overvallers hebben de situatie nu goed in beeld en bepalen hun tactiek. Let's do it. Oh, fuck. Nou, uiteindelijk hadden we een vertrekpunt. Ik zou voor de portofoon gaan. Gaston zou voor de grid gaan. Plattegrond, check, over. En Ruud, die ging voor het pistool. Wapendepot, check. Als ze echt de guerrilla strijden, ging je hier naar die koepel toe. Ja, en eigenlijk op dat moment ga je aan. En ja, dan gaat het spel gewoon beginnen. Dat, ja, dat is wel echt een gaaf gevoel. Als de diamant en de kluis openen tegelijk is, dat zou wel lekker zijn. Want dan weet je niet wat er gebeurt. Dan is er en de diamant weg en de kluis open. En weet je toch niet meer wat je moet doen? Stefan heeft moeite om zich te focussen. Maar de boys weten dat er ergens de komende 24 uur nog één overval komt. En die willen ze niet verliezen. Hou die camera's in de gaten, jongens. Laat me. Oké, jongens. Hey. Succes. Gaston, Ruud en Simon betreden alle drie tegelijk het terrein. Maar bij Team Stuk wordt dat niet opgemerkt, omdat ze net hun shift afwisselen. Stefan loopt nu de bewakingsrondes. Boys, over. Check. Check. Gaston sluit sector B binnen, op zoek naar de plattegrond. Simon is op weg naar de hoofdingang. En Ruud waagt een sprint richting het wapendepot. Ik denk dat ze echt dat wij ze niet gaan zien. Echt in één keer slaan ze toe. Giel, je zou eens moeten weten wat er op dit moment op drie verschillende plaatsen op het terrein gebeurt. Charlie, check. Check. Ruud en Gaston zijn ongezien binnen. En Team Stuk heeft ook niet door dat Simon nu het terrein opsluipt. Gaston heeft de plattegrond inmiddels gevonden. En probeert deze in combinatie met de code die alleen de overvallers hebben gekregen, te ontcijferen. Simon heeft zicht op de portofoon. Ik heb de porto. Geen beweging in de sluis. Over. Gaston staat op het punt om het pand weer te verlaten. Staan blijven. Hey jongens, ik heb visueel contact gehad met Gaston. Serieus, maak geen grap. Gaston staat weer veilig buiten de muren en geeft meteen de locatie van de kluis met het goud door. Het is kluis nummer 3, jongens. Kluis nummer 3. Ik heb er eentje achter me aan. Ik blijf nu bij de poort staan. Ik ben nu bij het wapendepot. Ik saboteer een porto. Hier, Giel. Ik ga bij de porto, over. Maar Simon luistert mee. Ze hebben mij gezien. Ik ga naar buiten. En omdat alle aandacht nu naar Gaston en Simon gaat, weet Ruud zonder problemen bij het wapen te komen. We konden echt heel makkelijk ongezien komen en er was echt helemaal niemand. We hebben daar een gun gepakt. Simon heeft wel de aandacht van de bewaking. Hey, staan blijven! Staan blijven! Staan blijven! Jongens, ik heb visueel contact gehad met Simon. Simon. Ik voelde meteen die camera's op, maar ik denk, ik ben gewoon nu Bambi die in de koplampen kijkt. Leg je spullen neer. Ik heb Simon. Oké, Steven, neem jij je mee? Ik ga de rondes lopen, want dit is een afleiding.
Ik schrok me helemaal kapot. Volgens mij trok ik lijkwit weg. Ik werd meegevoerd naar de stoel en ik werd vastgebonden. Nou, gezellig man. Dit wordt het minder leuke deel voor jou, kan ik je vertellen. Zitten. Ga maar even zitten. Maak jij hem vast. Zeker. Top. Benen bij elkaar. Simon, zijn communicatie wordt afgenomen. Maar Team Stuk vergeet dat hij zojuist de bewakingsportofoon heeft afgepakt. Simon is gevangen en wordt vastgezet in de koepel. Gaston en Ruud komen buiten de muren bij elkaar. En omdat Gaston de platte grond heeft bekeken, weten de overvallers dat de kluis met het goud zich in sector D bevindt. Helemaal om is helemaal veilig. En dan is het op een gegeven moment één lang stuk sprinten. Maar daar zitten we al bij drie. Daar zitten we bij drie. Als de kluis open is, hebben we 60 seconden om vol te laden. En dan moeten we even bedenken hoe we wegkomen. Misschien dezelfde route weer terug. Simon is onbewaakt achtergebleven in de koepel. En hij is niet van plan om daar lang te blijven zitten. Team Stuk is de schade aan het opnemen. Jongens, het wapen is weg. Verdachte zijn monster, het wapen open. Nee, dit gaat echt meteen al helemaal verkeerd. Simon probeert los te komen over. Ja, dat vervelend ventje probeert te ontsnappen. Ga maar, geen probleem. Ga maar. De bewakers hebben een kant-en-klaar plan voor deze situatie. We laten Simon gaan. Die gaat sowieso de diamant pakken. Maar op dat moment betekent dat wij met z'n drieën vier kluis kunnen bewaken. Dus we moeten dat goud veilig houden. Team Stuk is dus bereid om de diamant op te offeren. Zodat ze zich daarna alleen nog op de vier kluizen hoeven te concentreren. Maar Ruud en Gaston weten al welke kluis ze moeten hebben. En proberen daar nu ongezien te komen. Oh, ik word helemaal gek. Spanning hier door mijn lichaam. Oh, oké, waar zijn ze? Waar zijn ze? Ruud en Gaston lopen via de buitenring van het terrein richting sector D. Delta, check. Check. Simon wordt alleen achtergelaten in de koepel, in de hoop dat hij er stiekem met de diamant vandoor gaat. Oké, hoe ga ik hier uitkomen? Ik zag die diamant recht voor me liggen. Ik wist, daar is de hoofduitgang, daar ben ik veilig. Simon rent nu weg voor de diamant. Hij gaat richting D, beneden, over. Maar Simon heeft zich goed voorbereid en weet met gemak de uitgang te vinden. Hey! Staan blijven! Shit! 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 Fuck you, Simon! Pak je nog wel! Fuck. De woede van Giel is een beetje gespeeld. Want de bewakers kunnen zich nu volledig focussen op het bewaken van de kluizen. En dat werpt gelijk zijn vruchten af. Er kruipt iemand richting D over. Ondanks de sluiptechnieken van Gaston en Ruud worden ze toch gezien op de beveiligingscamera's. Ik heb beeld op degene met een wapen die gaat richting D1 over. Oh shit, nu gaat het gebeuren. Giel, als jij nu via de buitenkant naar D gaat, dan sluit je ze in. Over. Thomas, ik loop via de omweg, oké? Pas op, ze zijn gewapend. Ik ga Stefan helpen. Over. Wie is daar? Kut. Thomas, ik hoorde net veel lawaai in het trappenhuis D aan de kant van het voetbalveld. Ik kom niet jouw kant op. Over. Simon laat de diamant veilig achter in de bus. Holy fucking shit, wat is dit spannend. Hallo? Stefan, ze gingen hier erin. Ga naar de kluis, ga naar de kluis. Holy shit, het is zo donker. En omdat het zo donker is, heeft Stefan geen idee hoe ontzettend dicht bij de overvallers hij wel niet is. Met de Call of Duty moet je dit ook altijd doen. Moet je gewoon gaan campen, moet je gewoon gaan zitten. Laat je naar buiten komen en bam, schiet je. Het is een hele sneaky manier van winnen, maar ja, het werkt wel. Is geschoten, ik ben niet geraakt. Ik herhaal, er is geschoten, ik ben niet geraakt. Wat een trillen dit, hè. Mijn god. Als iemand dit hoort, je bent omsingeld en je kan geen kant meer op. Geef jezelf over. Gaston en Ruud zitten klem. De bewakers sluiten vanaf drie kanten deze vleugel af. Er zit hier iemand, kijk uit. Waar dan? Ja, deze deur hier rechts. Hier? Daar, daar, daar. Hier zitten ze. Hey, Ruudje. Hey, dat is lekker, ouwe. Thomas wil niet het risico lopen dat hij wordt uitgeschakeld. En hij trekt zich terug. Hoi, wapen is de gang. Ik ben handig voor de grond naar buiten. Nu! We hebben er twee zitten, Steef. We hebben er twee zitten. Zijn het er twee? Nee, 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 nee. Op een gegeven moment steven ik Gaston op de wc, een beetje geweertje en alles. En denk je echt, ah, dit was echt zo kansloos. Ik heb ze binnen. Er zijn zulke slechte overvallers, dat is echt niet waar. Zitten ze erin? Ja, zitten allebei erin.
We werden gepakt, neergezet in de koepel met z'n tweeën. Zitten. Pannenkoek. Tie rips om, gaffer tape. Simon heeft nog wel de portofoon van de bewakers bij zich. En heeft dus gehoord dat Gaston en Ruud zijn gepakt. Alle hoop is nu op hem gevestigd. Het enige wat ik nog kon doen was het draad doorknippen waardoor alle beelden wegvielen. Waardoor ik me enigszins veilig kon manoeuvreren door het gebouw. Maar deze actie wordt snel ontdekt. Videokabel is doorgeknipt, over. Maar met de beveiligingscamera's uitgeschakeld durft Simon zich een stuk vrijer te bewegen over het terrein. Stefan houdt de gevangenen in de gaten. Wordt niet gezellig, denk ik. Nee. Thomas en Giel blijven de kluizen bewaken. Maar er lijkt iets mis te gaan met hun communicatie. Sorry, check. Giel, hoor je mij, over? Ja, maar iets vervelend is Simon. Die heeft onze porto. Het voordeel was dat ik de porto van een stuk in mijn hand had. Jongens, Simon, die heeft onze porto. Dus ik heb gewoon de hele tijd, als ik een zin hoorde, drukte ik knop in en hadden zij geen communicatie in. Volgens mij was dat vrij vervelend. Ik hoor je niet. Ja, want Simon zit op de porto. De overvallers hebben de diamant veilig buiten de muren. En weten ook in welke kluis het goud zit. We hebben nog een uur en 10 minuten. Er moet veel kunnen gebeuren. In ieder geval 15 punten. Wel echt lekker dat we er 2 uur bezitten, jongens. Hou dit vast. Over. Maar Simon loopt nog op vrije voeten. En heeft zijn weg richting de koepel weten te vinden. Ik ben er echt klaar mee dat meneertje Simon nog vrij rondloopt hier. Ik ben er echt klaar mee. Ik ga gewoon weer een tandje hoger zetten. Joehoe! Simon houdt constant onze porto ingedrukt. Over. En met zijn vinger op de knop van de portofoon sluipt Simon steeds dichter in de richting van de nietsvermoedende Stefan. En die is druk in gesprek. Volgens mij hebben jullie het dan niet helemaal goed begrepen. Want als wij winnen, dan mogen wij ook 10.000 euro weggeven. Maar de vraag is of je dan net zo'n goed hart hebt dat je dat aan een goed doel doet. Of aan de barrekening. Dat je over een half uur in het vliegtuig zit naar Honolulu. In mijn rechteroog zag ik Simon aankomen kruipen om onze bewaker eigenlijk een lesje te leren. Toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed nog de dood of de gladiolen. Dus ik sloop richting Stefan. Luisteren. Dat jij gepakt bent, David. Oh, fucking hell. Pas je pin. Nee, hij had niks in de gaten. Ik pakte hem beet en ik dacht, oké, volgens mij is het spel nu weer levend. Dit meen je niet. Hey, Pik. Staan blijven! Pik, ik heb hulp nodig, nu! Thomas, terugkomen! Giel en Thomas haasten zich naar de koepel om Stefan te helpen. Terwijl Simon zijn uiterste best doet om Gaston en Ruud los te maken. Ik wilde de tie rips van Ruud doorknippen. Dat was niet te doen. Ik wist dat die andere gasten ons op de hielen zaten. Dus ik dacht, ik moet nu weer weg. Die gaat niet. Simon brengt zichzelf weer in veiligheid. Maar laat toch echt een hele waardevolle kans liggen. Eén grote fout. We hebben Stefan niet doodgeschoten. Dat is natuurlijk heel stom. En ook niet de buren afgepakt. Maar Stefan is wel van slag en trekt zich even terug in de controlekamer. Terwijl Thomas achter Simon aan zit. Ruud en Gaston zien kans om hun voeten los te snijden en te ontsnappen. Giel, ontsnappen! Go! Fucking hell! Ruud en Gaston zijn op zoek naar een veilige plek om ook hun handen los te maken. Ze belanden in sector D, in dezelfde ruimte vanuit waar ze zijn gearresteerd. We stonden weer op een wc. Gaston en ik hebben iets met wc's, blijkbaar. Giel, waar zijn ze heen? Ze zitten hier in dit gebouw. Nee, Ruud en Gaston zitten precies aan de overkant van het terrein. Vlak bij kluis D. De kluis met het goud. Ja. Dus op een gegeven moment, wij zijn losgeknipt. En toen hadden we een heel mooi plan. Want Gaston, die zou de kluis gaan pakken, want we wisten dat we bij die kluis moesten zijn. En ik zou juist niet te veel erbij in de buurt staan. En als iemand aan hem pakt, dan pak ik hem als een gorilla-stijl en pak ik hem zo. Echt van goud. Ik ga voor de kill. Bravo, check. Ik ben bang dat hier straks de pleuris gaat uitbreken. Ja, maar de pleuris gaat zo meteen aan de andere kant van het terrein losbarsten. Jongens, we moeten dit uitspelen. Charlie, check. Laatste sleutel. Chill, dat zie. Ze komen eruit. Beweging met Delta. Blijf staan, schiet. Ze zijn weggevlucht via het traphuis, over. Gaston en Ruud zijn op het nippertje ontsnapt. Ze willen deze kluis hebben, jongens. We moeten ze in de val lokken. Maar de overvallers zijn wel iets belangrijks verloren. Jongens, ik heb een tas gevonden, over. Leg ik even lekker ergens anders neer. Joehoe.
bij de vlucht die we moesten maken was en Ruud zijn tas kwijtgeraakt op de vloer midden in de koepel tijdens dat we gevangen gezet waren. En mijn tas heb ik op de vluchtroute achter hem gegooid, dat de mannen een hindernis op de trap hadden. Ja, maar zonder de tassen wordt het toch vrij lastig om minimaal 20 goudstaven van 1,5 kilo per stuk mee te sjouwen. Dit is kut, dit is waardeloos. Gasten. Yo. Tot mijn stomme verbazing kwam ik Ruud en Gaston tegen, dus ergens was mijn actie dus toch geslaagd. Hoeveel goud hebben we? Niks. Maar jij hebt wel diamant. Ja, die ligt in de bus. Hé hey Thomas, blijf je rondje lopen. Gooi het helemaal op slot. Klaar, afsluit die handel. En iemand moet gewoon die kluis gaan herpakken en wij gaan gewoon vechten met de gast ofzo. Hallo? Is daar iemand? Hallo? Oh, wat een zenuwspel dit. De overvallers bereiden zich voor op een nieuwe poging. Maar dan moet er wel eerst een nieuwe tas geregeld worden. Mag ik u vragen? Is die tas voor u heel belangrijk? Ja, niet zo. Niet zo belangrijk? Nee, nee, nee. Komt er uit de koepel een hele leuke meneer met een heel grappig boodschapje thuis. Zet ik maar gezegd, meneer, in welke mate bent u gehecht aan die tas? En met een grote glimlach hadden we binnen enkele ogenblikken die tas te pakken. Yo, later. Held, dank je. Oké, we hebben een tas. Bravo, check. Charlie, check. Ja, dus is het niet mooi als twee mensen gaan campen bij jullie en wachten op het alarm tot ze wegrennen. Ik kreeg de taak om af te leiden, dus ik dacht ik ga gewoon naar de verst mogelijke kluis. Ik knip die draadjes door, waardoor ze denken, daar is iets te doen. En dan duiken we erin. Ja. Ondertussen probeer ik daar weer weg te komen en ga ik ook naar drie. Als we dan gepakt worden, dan was het trouw. Fuck it inderdaad. Toch? Dood is de gaat die al, jongens. Ze hebben geen tassen meer, hè, jongens. Dat is fucking chill. Gaston, Ruud en een boodschappentas proberen nu via de hoofdingang het terrein op te sluipen. Nogmaals op weg naar de kluis met het goud. Simon loopt via een andere ingang naar binnen en wil afleiding creëren. Hij is van plan om bij andere kluizen het alarm te activeren, om zo de aandacht van Team Stuk te krijgen. In alle chaos hopen ze dan dat Ruud en Gaston kluis D kunnen leeghalen. Ruud en Gaston wachten bij de ingang van sector D op een teken van Simon. Er gaat een alarm af. Er gaat een alarm af. Het is niet deze kluis. Ik ga naar Charlie. Ik ga naar A. Fuck, het is C! Jongens, het is C! Ja. En nu hebben Ruud en Gaston vrij spel bij kluis D. Go, 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 go. Het alarm is wel afgegaan. Er zijn twee draden doorgeknipt. Ik denk dat het goud weg is, jongens. Ja, maar dan moeten we afsluiten. Als we moeten afsluiten, moeten we er nu. Maar Giel ziet beweging in sector D. Jongens, ik zie ze bij D. Ze willen D naar binnen. Ik ga nu naar D. Gelukkig zit Simon niet stil. Dan ga ik nu de volgende doorknippen. Maar hij zal zich wel moeten haasten, want Gaston en Ruud lopen nu in een val. Staan blijven! Maar ineens horen we mensen, dus wij denken, fuck. En ik loop de wc in en ik zeg, Gaston, ga terug. Ik ging weer bij de wc. Er is iets met die wc, ik weet niet waarom. Stefan heeft niet gezien waar de overvallers zich hebben verstopt. En is bang dat hij nu zelf in een val loopt. Ik ga je niet intrappen, laat ze maar gaan. Ik trap er niet in, jongens. Maar hij stond echt hier om het hoekje, stond hij zo, en ik stond echt zo. Ze zijn weer weg. Oh, weet je wat, het scheelde dit gewoon. Simon is bij kluis B, om ook hier het alarm te activeren. Handen omhoog, staan blijven op het schiet. Meelopen, naar voren lopen. Naar voren blijven lopen. Lopen. Je loopt naar de stoel. Maar dit alarm zien Ruud en Gaston als een nieuwe kans. Jongens, ik heb Simon. Ik kwam er eindelijk achter dat wit-wit een combinatie was. Sleutel erin en woppa! En hij had hem echt net open en ik hoorde iemand binnenkomen. Ja, zijn hier bezig! Ja! Staan blijven! Staan blijven! Staan blijven! Af! Ik ben als de sodemieter achter de kluis gaan zitten, maar mijn tasje viel zo op, die stond naast de kluis. Dus het tasje heeft me eigenlijk verraden dat ik achter de kluis zat. Meekomen. En toen was het spelletje over. Kijk, rechtsaf.
toen waren we allebei gepakt. Wij lopen naar de grote koepel en we zien in de verte ook Simon geboeid. Dus game over. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Giel, afsluiten, Jan. Geen boodschappen doen, Gaston. Geen boodschappjes doen. We gaan goudstaven zoeken. Het is klaar. Jezus, jongens. Ik heb door jullie echt officieel geen benen meer over, jongens, kan ik je vertellen. Ik zie jullie nu voor het eerst. Ja, maar zie je nou hun voor het eerst? Ah, jongens. Dit is iets wat ik echt nog zeker een week moet verwerken. Wat een topspel. Ja, het is een mooi spel, jongens. Het briljante format, het briljante idee. Je bent opeens weer 10 qua avonturengevoel. Het is survivalen, het is overleven. Hey, luister. Was je diamantje houden? Ja, die diamantjes heb ik maar. Ja, die heb ik. Simon, koekoek. Ja. Maar nee, eigenlijk is alleen Simon de echte held van de avond. Die heeft gewoon en die diamant gejat. Die heeft gewoon ons gered. Eigenlijk zijn wij alleen maar last geweest voor Simon. Hier zit gewoon alles in. En ik vind het heel vet dat ik hier aan heb meegedaan. Hoe is het nou om te verliezen van de drie gasten van onze leeftijd? Ik wil eerst even één belletje met mijn advocaat plegen. Verliezen is helemaal niet erg. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad. Maar ik heb wel echt de avond van mijn leven gehad. Ik vond het echt geweldig. Een top uitnodiging. Giel Thomas, wij hebben gewonnen, jongens. Lekker, boys. Nee. 4-4. 4-4. Jongen, van dit hele seizoen hebben wij niet gewonnen. De overvallers hebben toch een gelijk spel eruit weten te halen. Maar jongens, deze aflevering mogen wij geld weggeven aan het goede doel. Wij hebben gekozen voor Edukans. Edukans is een ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs wereldwijd. Ja, en met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld een mooi klaslokaal maken in een vluchtelingenkamp in Ethiopië. En dat is natuurlijk supermooi. Nou, en jongens, we willen ook de Nationale Postcode Loterij bedanken voor het mede mogelijk maken van deze prachtige serie De Kluis. Dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken en wellicht tot volgend jaar. Het is Ruud, Gaston en Simon niet gelukt. Ze zijn alle drie door de bewakers gearresteerd. Dat betekent dat het team van Nienke, Ruben en Tim de allerbeste overval van dit seizoen heeft gepleegd. We schakelen snel over naar onze verslaggever op locatie, die Ruben met dit prachtige nieuws gaat verrassen. Oeh, ik voel me net Gaston met zo'n mooie gouden envelop en een bosje bloem. Dus even kijken, als het goed is zit Ruben hier. Ruben! Ruben! Hey, even stoppen. Hey. Er is een camera bij jou, de deur staat open. Ik heb goed nieuws. Goed nieuws, ja. Want jij hebt meegedaan aan de kluis natuurlijk. Ja. En jullie hebben zoveel goudstaven buiten de kluis weten te krijgen. Dat jullie het beste team zijn van dit seizoen. Gefeliciteerd! Wow. Wat vet! Zeker. Dus daarom deze bloemen alvast. Kijk eens. Ja, dankjewel. Vet. En jullie hadden natuurlijk al 10.000 euro voor het goede doel bij elkaar gespeeld. Dat was WNF. En in deze envelop zit nog een mooi bedrag voor het WNF. Maak hem maar eens even open. Oeh, gaan we kijken hoeveel nullen. 1, 2, 3, 4 en een 2! 20.000 euro. Hoppakee, voor het WNF. Het WNF zet zich wereldwijd in voor bescherming van bedreigde diersoort en een leefomgeving. Zoals de neushoorn, de olifant en de reuzenpanda. En met dit geld kunnen ze deze prachtige dieren blijven beschermen. Dit is te gek. Is goed. Ik wens je heel veel plezier met deze check. Fijn. Geef een bosje bloemen aan je moeder. Ja, ga ik doen. En dan zie ik je snel weer. Tof man, thanks. Later. Heb jij goed opgelet? Ga dan snel naar dekluis.tv. Kraak de kluis en maak kans op vette prijzen. Waaronder die hoofdprijs van 10.000 euro. De kluis werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.